Red Dead Redemption Livestream, part 2. En ik ben helemaal alleen, dus ja. Ik zal eens kijken wat ik je nu kan inviten. Nou ja, juist. Je kunt normaal gezien wel inviten. Crap. Werkt de stream terug bij iedereen? Ja, bij mij werkt het. Very nice. Ik heb je geïnviteerd. Ik denk echt dat dat ligt aan die X-Split. Ik ga eens een ander programma moeten zoeken later. Want Oeps. Met een X-Split niks aan last. Met een X-Split niks aan last. Sorry, maar. Die gaan in godsnaam allemaal te doen, jongens. Met een X-Split niks aan last. Ik heb wel geen invite gekregen. Nou, ik zal nog een keer inviten. Waar is Mark? Met een X-Split niks als last. Intussen hou ik me nog even bezig. Unable to send invite. The game is currently locked. No. Dat is dan even. Die misschien nu stoppen zeker. Dat lijkt mij een strak plan. We hadden ook eens moeten deathmatchen, man. Nee. Oeh, jawel. Oké, dan. The ultimate clash of the titans. Je kan ook naar de glijbaan gaan, Joa. Welke glijbaan? Hier is geen glijbaan. Hier, glijbaan. Voilà. Wee, dat was tof, zeg. Oh, oh. Ja, ik zal hem even bezighouden intussen een keer kijken. Soms duurt dat lijn wel extreem lang, hè. Ja. Yeeha. Doe een puma dood met je mes. Ja, hier loopt niet echt een puma rond direct, denk ik zo. Weg, maar weg. Ja, hoe transport je ook alweer? Een invite gekregen. Dan een eeuw laden, eindelijk. Booyah. Synchronize. Alhoewel, X-Split ligt denk ik eerder dan aan die houtpook. Want die moet altijd blijkbaar, als er moet geladen worden, dan heeft hij zo'n
dan moet je precies terug de connectie re-establishen of zoiets. En dan, ja, dan flipt hij. Oh, ik ben er weer uitgesmeten. Kan er iemand een invite sturen? Yes. Done. Thank you. Dieptepunt. Bam. Echt dieptepunt in de livestream. Dus ik ben op een chat al over het feit dat de SM-rechter op tv is. Dat is echt genoeg. SM-rechter? Oeh, SM op tv. Livestream. Fuck that. Maar is dat de SM-rechter? Ze zeggen gewoon op tv, dus... Wat? Ik weet het niet. De VTM. Voilà. Geiten. Oh, shit. Ik had dat beter niet gedaan, denk ik. Crap. Wow. Eikels. Wat gaan we spelen? Death match, death match. Fine. Ja, is goed. Dat levert altijd wel grappige momenten op. Yes! Waar zit het reeds, zeg? Ik zit in Red Dead Redemption. Ah, daar gaan we. Het is Gold Rush. Nou, dat match stond er niet in. Je kon alleen maar kiezen tussen zo van die... Free for all. Oh, oké. Okay. Dan zal het hierna zijn waarschijnlijk. Want dat wisselt inderdaad af. Bon. Traditiegewijs... Anders moeten we vote to skip doen. Nee. Beat up. Ik kan je de sfeer niet zien, hè. Malé. Dat is wel vrij noodzakelijk in deathmatch natuurlijk. Ja, eigenlijk. Oh, dit gaat leuk worden. Invisible player. Ik zal hem gewoon reporten, hè. Cheater. Oh, nu ga ik echt zo hard doodgaan. Ik ben echt geen competitieve online speler. Ja. Maar de... Zalig. En Mark is een vrouw, dus ik win eigenlijk automatisch gewoon nu. Oké, dus iedereen tegen jou? Als je mij weet zitten. Als ik hem kan zien. Als die map met attack is, dan gaat hem wel met attack zitten. Ja. Chuparosa. Met die grote kerk. Maar dat is het dus niet. Het eeuwige laadscherm. Oh, is slechts 4 minuten later. Dat duurt wel enorm lang. Mm.
Het klonk alsof dat jij het onderste van een cola blikje hebt leeggedronken dat er al zes dagen staat. Het is eigenlijk een tas koffie, maar ja. Dat er al zes dagen staat. Ja. Dus, dat loopt hier goed, hè? Ja, het is wel plezant. Veel actie. Veel actie. Dat moeten we vaker doen in een livestream van laatste. Je beurt echt geen fuck. Oké. Okay. Tijd voor een hard reboot, zou ik zo zeggen. Oké. Okay. Again. Maar hier gebeurt niks meer, dat is gewoon. Dat blijft maar laden gewoon. En rond, en rond. Dat is een leven in koe. Trek die prijzen, Moritz. Ultramut. Ik kan eigenlijk eruit gaan. Reboot. Heb je nog altijd dezelfde mening van Red Dead Redemption? Nee, maar oh, begin. Daar gaan we. Wat? Ik heb een stijling. Dat spel trolt mij gewoon, of wat? Is die match begonnen? Maar ik ben er ook uitgegaan. Ah, oké. Okay. Echt, ik ga eruit. It starts. Fuck you, scumbag Red Dead. Allee, daar gaan we weer. Ik zei dat ik ging doodgaan. Dus, multiplayer. Again. Serieus, als je hem nu weer al bij het starten, dat laadscherm voor 2 minuten of 3 minuten gaat geven. Nou, bij mij is het ook nog altijd een trein. I think the game went bananas. Allee, kom aan, dat kan hier toch niet. Dat is zo nog nooit gebeurd, op die 3 jaar dat ik dat spel nu al heb gespeeld en... Vandaag. Laden, laden. En ja, ik vind het wel elke dag al 3 jaar aan. Ja. Ja, free roam duurt misschien lang om te laden, zeggen ze op die chat, maar zo lang. What the fuck, man. Ah, toch. Potverdikke. Ik zit erin. Did it. Dus... Nog een matchje deathmatch. Als het bij mij geladen is. Het duurt blijkbaar gewoon heel erg lang. Nou, great. Dan kom ik in een room terecht. En dan word ik direct gekikt. En zit dat spel weer te laden. Hmm.
Oh. Oh dear. Je ziet me niet, je ziet me niet. Je ziet me niet. Haha, sukkel. Oké. Een invite sturen dan. Maar alleen maar een skitkick zo traag. Nou, wat is dat dus nu? Nee, ze is nog altijd aan het laden. Dat is omdat je dus inderdaad weer gekikt bent in een of andere room. Welke pistool heb jij? Ik weet het niet eigenlijk. Weer invite's uitsturen, hè. En Yannick. Voilà. Synchronizing. Synchronize. Van die vogels schot niks meer over. You were removed from the session. Because you are a woman. Ja. Nou, hetzelfde. Ik zat erbij. En plots ben ik ook removed. Dus een invite is niet gelukt. Dat is een correcte analyse van de situatie. Oké, dan ik ga blijkbaar de boss. Maar zij best dat u in private mode zit. Maar volgens mij is het omdat al die anderen erbij zitten. Serieus? Ja. Oké. Ik moet hier spammen voor een invite op de chat. Oké, dan. Ik zal het nog eens proberen. Invite 1. Invite 2. En invite 3. Fuck you, cactus. Fuck you. Ja, ik zit er mee. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you up. Fuck you up. Fuck you up. Nee. En bij games moet je gewoon de free-for-all matches pakken. Zodra iedereen erin zit. Shit.
Again, pixel shit. Oh, mijn god. Ja. Yeah. That's my cue. Echt waar. Hint voor de volgende livestreams. Fuck Hauphawk. Fuck it hard. Bon, doet er niet toe. Er staan altijd iets anders klaar om op te zetten om mee af te sluiten. Inderdaad. Laat dat ook maar niet pixeleten. Waarschijnlijk niet. Ik ben zo daar. Mijn internet was dus uitgevallen. Het is niet meer nodig. Het is om zeep. De wereld is vergaan. Ah, echt? Als ik die houtpouw kom terugbrengen, pak een sloophamer en slaat dat ding aan stukken. Oké. Okay. En filmt het en gooit het op YouTube. Dan zal ik het telen. Oké. Okay. Wat een shite, man. Ah. Ja, die pixels, jij bent weer verneukt, eigenlijk. Zoals gewoonlijk. Tijd naar XMB te gaan. Ja. En een prachtig filmpje te tonen. Een prachtig filmpje, zegt hem dan. Oh, het doet echt zeer aan de ogen, bijna pixelated shit. Ja. Een filmpje van de clochard. Ja. Ja, we waren allebei wel vrij sprakeloos. ja, het was eigenlijk gemaakt om ja, ter ere of misschien als dank u voor al de pure plays enzovoort. Dus, maar het past op zich ook nog altijd wel binnen heel de geest van de livestreams, want ja, het is een vrij toepasselijke muziekkeuze. Ik zou zo zeggen, geniet ervan, in de mate van het mogelijke. En als er iemand nooit kwijt wilt, dan is nu de moment. Nee. Oké, bij deze, alstublieft. En tot een volgende. Uh-oh. Love is so bright, like a diamond in the light. Love is so, so true, I can paint my world in blue. Love is so dear, when it makes my life complete. Like a mountain in the sky, love is high, so high. Let me go, let me go, forever. To be together, no gift, no life to give you. Love is so strong in the heart where I belong. It's a dream or desire, and it's burning like a fire. Love is so deep. When it makes my life complete, like a mountain in the sky, love is high, so high, 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 high. It's my life.